Juan. Van ja. Nobele Lood. Ja. Lotte Nobele. Yes. Wij hebben net mogen genieten van jouw storytell, ja. Drum, ja. Thing. Ja. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ja. Oké, super. Ja. Ik ook. Nou, dat is fijn. Ja. Nou, zo'n 5 minuten hierna nemen we dit interview op. Mm-hmm. Je zit nog lekker in de flow en in de halve droomstand, volgens ja, mij. Ja, ik zat wel even op een ander planeet. Nee, dat klopt wel. Ja, ja. 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 Het lijkt mij leuk om als... ik kan mezelf toch wel een leek noemen als ik dit allemaal voor me zie. Mm-hmm. Om een aantal vragen te stellen voor juist ook mensen die misschien heel weinig verstand hebben, ja, van drum. En hoe, ja, dat dan allemaal... Ja. Verloopt eigenlijk. Ja, fijn. Ja. Kom erop met je vragen. Oké, here we go. Ja. hoe is dit proces, dit inspiratieproces voor jou verlopen? Waar ben je begonnen? Interessante vraag. Het is natuurlijk een heel speciaal ding wat we vandaag hebben uitgevoerd. Het is ook heel erg, ik noem het maar even naakt, want je zit ineens als drummer alleen. Dan moet je het, je kan niet meer verschuilen achter de bandleden. Je kan je ook niet meer verschuilen achter de maat houden en arrangementen die besproken zijn, gerepeteerd zijn. Het moest echt neerkomen op een volledige improvisatie. En ik had besloten om hulptroepen in te schakelen. En voor die mensen die op social media zitten, die hebben dat waarschijnlijk al voorbij zien komen. En de mensen die dat niet hebben, ik heb eigenlijk aan het publiek gevraagd, zou je me kunnen inspireren met wat woorden toe te sturen? Zodat ik er een verhaal van kan gaan vormen. Dat zijn die woorden die daarvoor... Dat zijn die woorden die daar voor het drum zal liggen. Onder andere. Ik had best wel veel... dat is heel leuk. Heel veel inzendingen gekregen. Een stuk of 17, misschien wel 19. Die ben ik gewoon gaan uitprinten. Op A4'tjes, grote letters. Ik gebruik dan het lettertype Chark. Dat is heel gek. Als ik dat zie, dan is het een soort schetsvorm. En dan, ik weet niet, dan het drijft me niet meteen in een hoek. Mm. Dan wordt het ook niet meer zo definitief. Maar dan mag ik er gebruik van maken. Mm. Dus eigenlijk dankzij de hele spontane acties van mensen die dan comments leverden en woorden stuurden, kon ik een verhaal gaan formuleren. Wat ik dan doe is, ik neem ze dan mee in mijn studio. En dan ga ik aan het kijken, ga ik een beetje op drummen om een beetje een vertaalslag te maken. Maar dan niet uit mijn hoofd leren of zo. Het is meer zo verkennen. Van doet dat woord iets met me? Doet die zin wat met me? Dan heb ik dan een dagje gedaan. En dan heb ik het in een lege kamer bij mij in het pand. In het midden gelegd. Ja, dan komt het hoor. En dan heb ik het in een kring gelegd. Dat waren de woorden die mij dan het meest inspireerden. Dan heb ik mijn drumstok in het midden gelegd. En heb ik het een dagje even laten bezinken. Alsof de woorden dan naar de drumstokken hun vertaalslag maakten. En ben ik s'morgens dan de spulletjes gaan ophalen en niet meer naar gekeken. In principe hier ook niet meer, gewoon achter de drumstel gezeten. En dan gewoon het ding gedaan. Ja. Ja. En wat er dan gebeurt, dat is heel grappig. Sommige woorden vliegen dan gewoon toch voorbij. Ik zie het dan ineens voor me. En dan visualiseer ik me daar een stukje film bij. Mm. Het is eigenlijk een soort film die ik dan voorbij zie komen. En daar hoort muziek bij. Ja. Dus ja, dat... Ja. Dankjewel, man. Ja. Gaaf. Ja, goede vraag. Ja. Thanks. Moeten we vaker doen. Maar hoe kom jij dan op het idee tijdens het spelen om... Of wanneer weet je van nu ga ik een andere feel inzetten. Nu ga ik een andere beat inzetten. Wat is dat? Ja... Het is natuurlijk een ingeving. Ja, het is een ingeving, uiteraard. Ik denk, ik kan daar heel rationeel over zijn ook. Mm-hmm. Ik denk dat het vooral te maken heeft met... ik denk dat je als mens heb je allemaal een creatieve geest. Die hebben we allemaal. Het gaat erom dat je die geest weet aan te roepen op de juiste momenten. En dat je er iets mee kunt doen wat op dat moment nodig is. En ik denk dat doordat mensen die woorden hebben ingestuurd... dat er automatisch een soort van film ontstaat. In mijn hoofd. Dat ken je misschien wel. Mm-hmm. Dat als je ogen dicht doet, dan kun je ook voorstellen dat je bijvoorbeeld, probeer het allemaal maar eens thuis. Ogen dicht. En nu sta ik op het strand. En dan kijk ik uit over het water. En het gekke is dat je dat dus ook kunt zien. Want je hebt allemaal wel eens een keer meegemaakt, hopelijk, dat je aan het strand staat en over het water gekeken. Dus om aan te geven dat die beeldvorming, die helpt mij mee om een bepaald tijdsverloop te creëren.
Een tijdsverloop die we kennen allemaal uit het vak. Als je songs schrijft of als je nummers inspeelt, dan heb je ook een tijdsverloop waar je rekening mee moet houden. En daar moet een spanningsboog in zitten. Dat moet je weten op te bouwen. Dat is natuurlijk de ervaring door het heel veel te doen. Dan ga je er niet meer over nadenken, maar dan voel je dat aan. Nou is het moment geweest dat ik naar een climax kan en dan kan ik over naar de volgende scène uit de film. Ja. En is het dan ook zo dat jij eigenlijk tijdens het spelen aan het visualiseren bent? Wat je zegt van ik ben in beelden aan het denken. Die poppen dan in jou op en daarop reageer je eigenlijk. Ja, het is niet zo dat ik constant die beelden zie. Het is tijdens het spelen zit er natuurlijk een moment op dat je moet natuurlijk ook het instrument beheersen. Je moet het instrument ook bespelen. Dan af en toe ben ik ook afgeleid. Dat is heel grappig. En dan probeer ik zo snel mogelijk weer terug naar die beeldcreatie te gaan. Dus het is tijdens het om weer terug in het verhaal te komen. Ja. Want wat een vind ik dan, als je dit soort dingen doet, als je een drumsolo speelt of in het verleden ook clinics, ik heb veel clinics gegeven, dan is eigenlijk is heel grappig dat je altijd wel last hebt van dat je een soort van bewijsdrang gaat krijgen en dat je daar gehoor aan gaat geven. En daar moet je dus net niet komen. Mm-hmm. En elke keer als je daarheen neigt te gaan, dan heb ik een manier gevonden om dan, we zitten in die film, om mezelf een correctietik te geven. Ja, want je hebt ook nogal veel keus hier staan. Ja. Ja. Dus dat is dan ook nog een ding, lijkt me af en toe. Maar goed, jij beheerst het instrument natuurlijk onwijs. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat dat zo in je systeem zit, dat ook gewoon soort van... Je bent dan misschien zelfs niet meer de drummer. En wel grappig dat je dat zegt. Want het heeft wel te maken met waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En dan heb ik het niet over waar ik oorspronkelijk vandaan kom, maar achter het instrument. Ik ben ooit begonnen bij een muziekschool. En daar zat ik ook meteen in een klassiek slagwerkgroep. Klassiek slagwerkensemble. Okay. En als je daarbij zit, dan dat is heel gek. Dan leer je elk instrument apart van het hele drumstel te bespelen en te waarderen. Dus wat er dan met je gebeurd is door... vanaf mijn 10e, ik denk tot mijn 16e zat ik in die ensembles. Naast dat ik ook in bandjes speelde. Dus heb ik eigenlijk altijd ontzettend... Ik was altijd geïnspireerd door de klanken van het drumstel. Maar ook van het tommetje apart. Dus de combinatie is geniaal. Maar die tierlantijntjes. En als je goed kijkt naar het drumstel, dan zie je nou ineens van... het is eigenlijk een soort orkestbak geworden. Ja. Je hebt de bassdrum, de snaredrum en eigenlijk een hoge tom en een lage tom. Als je goed kijkt, dan is dat eigenlijk mijn vierdelige drumset. Mm-hmm. Daar drum ik eigenlijk altijd op. Mm-hmm. En dan is die grote floor tom. Je ziet ook dat er een ander vel op zit. Mm-hmm. Die soort voor extra laag. Dat is een soort extra pauk bassdrum. Die zie ik ook zo. En dan zie ik die kleine trommeltjes hier. Ik krijg daar heel veel vragen over. Ja, die staat verkeerd. Ja, hij staat verkeerd, maar hij staat ook goed. Want dat zijn hogere klanken met meer resonantie. En een soort timbaaltje. En dat inspireert mij weer om daar... Dit is een andere kleurhoek. Ja. En daar is ook weer een andere kleurhoek. Ja. Een jingle drum en een rototom. Ja. Met effectjes erop. En zo probeer ik eigenlijk de switch te maken van de drummer die soms gewoon ritme vast moet houden. Of de combi met de klassieke slagwerk die eigenlijk ritmeloos arrangementen speelt. Gebaseerd op klassieke stukjes muziek. Ja. Te gekke combi. Ja. Ja, want een andere vraag van mij was ook van stel. Hè, we zouden jou zeggen van je mag alleen maar op de bassdrum, de snare en de hi-hat spelen. Wat zou er dan gebeuren? Daar zou ik heel benieuwd naar zijn. Ja. Maar dit is dan meteen misschien een invulling. Dus als correct me if I'm wrong. Maar je hebt er dus bewust voor gekozen om zoveel verschillende kleuren uit te kiezen om juist jouw verhaal te kunnen vertellen. Ja, en dit is heel grappig om nog even te vertellen. Het is eigenlijk ontstaan in een periode dat ik bij een Engelse gitarist zat. En die liet me helemaal vrij in mijn drumstelopstelling. Sterker nog, daar vroeg hij ook om, maak eens iets aparts. Dat ik weer een andere opstelling noem. Dit is eigenlijk de laatste 12 jaar gegroeid. De grap is dat als ik dingen moet indrummen, dan gebruik ik echt niet alles. Maar ik zet het wel altijd neer, want het mag maar eens een keer zo zijn dat ik een ingeving krijg van, maar bij dit nummer is het lekker om dat snijtje te gebruiken. Ja. Met af en toe dat rode tommetje er tussendoor. Ja. Ja, zo heb ik ook wel platen ingespeeld. Dus het is niet alleen maar droomwereld en vrij uit. Het is ook nog eens functioneel. Ja, precies. Ja. Maar based om snare en hi-hat, dan had het er heel anders... Dan had ik meer uit één trommeltje gehaald. Ja. En daar zit best wel veel in, één trommel. Maar dan maakt het wel een stuk moeilijker om dan... Het komt nu in me op, hè? Dus ik weet nog niet zo goed hoe ik de vraag ook moet gaan formuleren. Maar zou je eens iets kunnen spelen met je handen?
Zeker. Dat komt in me op. En ja. Ik denk, nou, dat... Nu, ter plekke. Ja? Dat kan. Staat alles nog aan, Lex? Nee, dat kan niet. Ja, oh, maar kan hij wel even aanzetten. Ja? Ja. Nou, als jij dan mijn microfoon aanzet. Moet ik even aan de kant? Nee, nee, nee. Ja. Cool. Ja. Ik krijg dan meteen, oh, wil ik ook. Ja, ja, het kan wel. Alleen, dat heeft dan weer mee te maken dat ik ben ontzettend fan van percussie spelen. Mm-hmm. Thuis staan ook allemaal conga's en zo. En dan probeer ik soms de klanken van zo'n conga hier een beetje na te bootsen. Mm-hmm. Wel een beetje uitkijken met je vingers. Dat je dat niet te lang doet. Want dan je kan ze ook een beetje stuk slaan. Ja? Ja. Al wel eens gebeurd ook, of? Ja. Ja? Ja, ik heb eens een keer op mijn vinger geslagen tijdens een optreden. Dan kwam het spoot het bloed er langs. Oh nee! En iedereen dacht, oh, geweldige act. En een drumstel onder het bloed. Daarna ambulance, ik werd weggevlogen. Oh echt? Oh. Ja. Ik kan me alles wijsmaken. Ja, film. Maar ja, er zat een blauwe plek op. Hey, ja. Jimmy. Even kijken, want ik had nog een paar vragen. We hebben op zich al wel... Oh ja, ik heb nog twee vragen, die vind ik wel leuk om van jou te weten. Ik heb jou natuurlijk een beetje kunnen bestuderen tijdens het spelen. Mm-hmm. En ik zag ook jouw ademhaling een beetje alle kanten uitgaan. Ja. Hoe werkt dat voor jou? Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja. Let je op je ademhaling? Ja. Waarschijnlijk. Niet meer. Ik heb er vroeger wel rekening mee moeten houden. Want ik ben van oorsprong astmatische bronchitis patiënt. Oh. Ja. En als ik dan intensief aan het spelen was, dan viel ik meestal ook wel neer. Ja, dan zag ik blauwe sterretjes. Maar ik let er niet meer zoveel op. Het is wel zo dat... kijk, nou speel je dan een stuk van 10, 12 minuten. Maar normaal dan speel je shows van 2,5 uur. Mm-hmm. Ja, dan moet je namelijk heel erg goed opletten dat je lekker in je vel zit. Dat is het belangrijkste. Ik denk, wat voor mij heel belangrijk is, niet vlak van tevoren eten. Hè, dat ik de ruimte heb om te ademen. Nou merk ik dat mijn stembanden zijn een beetje, ik noem het even ilsk. Maar dat heeft ermee te maken dat als ik zit te spelen, dan brom ik ook. Dan zit ik te doen. Als je daar een microfoon bij doet, is gewoon geen gehoor. Dus ik denk dat dan een beetje gepaard gaat met in het stuk zitten. En rustmomenten ook creëren. Ja. Dan ga ik ook rustiger ademen. Maar intensief dan zit ik echt wel zo te werken. Dus ik denk eigenlijk helemaal niet aan ademhalen. Nee. Je hebt er ook geen tips voor. Nee. Nou ja, ik vraag me dan af van, is er ook een moment dat er die ontlading komt, dat je weer even kan uitademen? Ja. Zeg maar. Ja. Nou, als je het stuk hebt beluisterd, kan ik me herinneren, zitten daar momenten in dat ik ervoor kies om... Weet je wel, een vulkanische uitbarsting kwam erin voor. Ja. En dan komen al die dwarrelstukjes neer. En dan is er een moment waarop dingen kunnen gaan groeien. Ja. En uit de grond kunnen komen. En dat is een mooi rustmoment. Ja. Dan kan het weer gaan opbouwen. Ja. Ja. Hebben mooi gezegd. Ja, nou, ik zag het voor me. Ja. Nou, ik vroeg het omdat ik je dan heel intensief zie spelen. Ja. En dan zit je in die hoge energie. En dan zie ik ook heel vaak dit gebeuren. En denk ik, je moet ook nog een soort van je lichaam ontspannen kunnen houden tijdens het spelen. Ja. Dus, ja. Maar dat heb je allemaal gewoon, dat gaat bij jou een beetje automatisch. Het gaat wel automatisch. Ja. Ik hoef er niet meer over na te denken. Mm. En ik ga nooit met blessures de deur uit. Behalve dan wanneer ik op mijn vingers sla. Of nog een leuke anekdote. Ik heb ooit een keer uit enthousiasme zat ik zo te drummen in een studio. Koptelefoon die niet van mij was, wat groter uitstak. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik sloeg ineens die koptelefoon. En die ging zo dwars in mijn gezicht zitten. Ik hoorde de klik niet meer en ik bleef doordrummen. En de producer achter glas die zat zo te luisteren. En die keek ineens, wat zit hij nou te doen? Helemaal langs de muziek natuurlijk. Ja. En toen zat ik met die koptelefoon. Goed. Maar dat terzijde. Ja. Je hebt misschien nog wel een leuke anekdote, want die vertelde je net voordat je ging spelen. En dat heeft ook wel een beetje te maken met, gerelateerd misschien aan de vraag van wat is... Heb je een routine voordat je opgaat? Oh. En dan kun je misschien eerst dat vertellen en dan even... Een routine? De anekdote die je hebt meegemaakt in Italië was het, hè? Die ik er straks vertelde? Ja. Even kijken welke dat was. Dan herinner ik je dadelijk. Oké, okay, nou. Vertel eerst maar wat je routine was. Routine. Wat ik heel belangrijk vind is vroeg komen naar de plek waar je moet spelen vanwege het sjouwen. Routine is sowieso de avond van tevoren geen afspraken meer. Op mijn gemak drumstel inpakken.
doe ik echt op mijn gemak. Dat ik even zeker weet dat alles er is. Geen stressgedoe. Dan op tijd hier zijn. Aarde. Gezelligheid creëren. Proberen meteen als je bepaalde spanningen voelt in de ruimte, omdat mensen ergens niet meer eens zijn of wat dan ook, even bespreken. Mm. Gewoon rust kweken. Mm. Dat vind ik een belangrijk ding. Het opstellen, dat is voor mij een heel belangrijk element. Een onderdeel van een drumstel meenemen. Dat is het bespelen van drums. Je eigen kit spelen. En dan eigenlijk vlak voordat je opgaat toch toegeven dat je zenuwachtig bent. Dat vind ik gewoon leuk. Want als je die sensationele spanningen niet meer voelt, dan werkt het voor mij niet om lekker te performen. Dan wordt het ineens een klusje die aan het gaat. Ja. Zou bijna onmenselijk zijn ook, denk ik, toch? Het gebeurt wel als je bijvoorbeeld, ik heb wel eens bij een act gezeten, dan speel je 12 concerten achter elkaar. Ja. Dat herken je ook wel. Ja. Heb je die 12e show, zit je, dan gaan we weer. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Ja. En dit is wel een stuk uniek, want je gaat gewoon voor de leeuw, hè? Mm-hmm. Zo voelt het dan. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk, heel dag ben ik dan niet zenuwachtig. Ik ben meestal zenuwachtig dat ik dan niet meer weet hoe laat ik ergens moet zijn. Of dat ik wel goed rij. Ja. Of dat ik wel op tijd ben. Of het wel vandaag was, weet je wel. En dan als ik eenmaal binnen ben, dan is het opbouwen en gezelligheid. Maar dan heb ik toch even zo 2-3 minuutjes voor dat je opgaat. Dan besef je in één keer, moet het wel gaan gebeuren. Ja, maar die spanning. Dus echt toegeven aan die spanning. Wat gebeurt er dan in jou? Is dat inmiddels een soort ding wat bij jou, wat je echt kan laten zijn? Of ik kan het laten zijn. Ook nog wel eens ik kan het laten zijn. Maar wat er wel gebeurt is dat, kijk, je hebt natuurlijk je ego, die gaat met jou aan de haal. En die fluistert van alles in. Van ja, maar dadelijk dan gaat hij ook kijken. En maar dan heb je dat wel. En dan weet je gewoon, maar wacht even. Nu ben ik zo ver. En dan weet ik dat het mijn ego is. Dat ben ik helemaal niet. Mm-hmm. En dan zeg ik iets Brabants tegen hem. En dan gaat hij zo in de hoek zitten. Oh ja, jammer. Hij trapt er niet in. en dan weet ik dat ik weer vrij ben om mijn ding te gaan doen. Ja. Want hij komt uit Waalwijk, jongen. Ja, daar heb ik toch al gezeerd heel tijd. Ja, jongen. Zullen we nou normaal doen? Ja, is goed. Voor de mensen thuis. Voor de mensen thuis. Ja. En Roan, super bedankt voor jouw aanwezigheid en wat je ons hebt gegeven. Die anekdote had je het over, toch? Oh ja, die anekdote, ja. Oh, goed wacht dat even. Je mij eraan herinnert, want ik moest jou eraan herinneren. Wat er was gebeurd in Italië, weet ik het weer. In het voetbalstadion. Nee, het was geen voetbalstadion, het was een voetbalprogramma. Oh. En dat was op ik weet niet meer, Rai Uno, of een heel, heel bekende zender in Italië. En voetbal, dat is in Italië natuurlijk een groot ding. En we moesten dan met Beth Hart spelen, 1 nummer. Ze hadden met haar gerepeteerd, soundcheck gedaan. Ging allemaal goed. Leuk mens trouwens. En fantastisch om mee te spelen. En vlak voordat we opgaan, zegt de producer op zijn Italiaans-Engels van... Okay, good luck. 3 million people are watching. En wij stonden echt zo... Waarom moet je dat nou zeggen? En dan moet je gewoon ineens zijn. En wat deed je ego toe? 3 miljoen? Ken ik die wel. Ja, dat was wel even spannend. Ja, maar tijdens de spelen zakt dat gewoon weg. Ja. Tof. Lotte, hartstikke bedankt. Ja, jij ook hartstikke bedankt. Ja. Tim, bedankt. Mindy, bedankt. Hij weet alle namen gewoon. Ja. En Jimmy natuurlijk. Jimmy ligt daar. Ja. Hey, en heel veel succes met het voortzetten van je programma. Ik vind het fantastisch om gedaan te hebben. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Heel tof dat je er was. Hey! Wel nice!